Hallo allemaal. Het einde van het jaar komt in zicht. Traditioneel zijn dit de maanden waarin je kritisch kijkt naar lopende abonnementen en natuurlijk uw ziektekostenverzekering. Nou, daarover gaat de volgende videonieuwsfilm, als er meer bekend is omtrent premies en dekkingen. Deze editie staat geheel in het teken van een andere verzekering, namelijk de pechhulp voor uw auto of motor. Nou ja, de meesten van u kennen de hulpdienst van de ANWB, bekend van de gele auto's en de praatpalen langs de weg. Er zijn echter alternatieven. Eén daarvan is de grootste ter wereld, de pechhulpdienst van Allianz Global Assistance. In een uitzending van Kassa kwamen zij als beste alternatief en goedkoopste uit de bus. Ja, het werkt wat anders dan bij de ANWB. Zo is het kenteken verzekerd en dus niet de persoon. Erg handig als u bijvoorbeeld met meerdere bestuurders van dezelfde auto gebruik maakt. Ook hebben zij geen eigen monteurs, maar maken ze gebruik van een fijnmazig netwerk van garagebedrijven die door de eigen Allianz alarmcentrale waar nodig wordt ingezet. En wanneer de auto onverhoopt niet ter plekke kan worden gerepareerd, dan krijgt u 48 uur lang gratis een huurauto ter beschikking. Bovendien, natuurlijk afhankelijk van uw persoonlijke situatie, kunt u ook kiezen voor een motorverzekering. Een vervangende motor, zelfs in het buitenland, is een unieke dekking. En uiteraard ook voor een aanvullende aanhanger, vouwwagen of caravandekking. Het lijkt misschien erg op reclame wat ik hier sta te maken voor deze pechhulpdienst, maar GHW zou GHW niet zijn, maar wanneer we niet oprecht zouden vinden dat dit een uitstekende partij is om in ieder geval te vergelijken met uw huidige pechhulpdienst. Zeker in de wetenschap dat er al een dekking is vanaf €30,50 per jaar. Klik op de link onderaan deze mail voor meer informatie. En graag tot de volgende keer.